Wij zijn op dit moment op de Westerstraat. En als het goed is, rijd ik nu gewoon zo het terras op van Café Nol. Want wij gaan vanmiddag de kantarrit doen met Annemarie Grijzenhout en haar dochter Lisa van Café Nol. Hey! Ik ga hem afzetten. Ik weet niet of ze al binnen zijn. Ik vind het spannend, want Annemarie die wil natuurlijk absoluut niet zingen. Ze kan een hoop, maar nee, zingen dat gaan we niemand aandoen. Ik weet niet, kan Lisa zingen? Nou, ik neem jullie gewoon mee naar binnen. Zijn er hoor, kijk. Echt serieus. Serieus, man. Iedereen is er. Ja, ik ga van de deur kloppen. Het is toch echt te hopen dat die twee... Oh, nou ze staat gewoon hier. Kijk eens eventjes. Nee, maar die kwam toch helemaal uit Amstelveen, hoor. Ja, die is met een noodgang naar. Wacht, ik draai hem even om. Ik draai hem nog een keer even om. Goedemiddag allemaal. We doen het in de kanten nog even over, schat. Maar ik heb al, nou ja, maar Lisa 25 keer. Lisa woont daar, dus ik was even bij de boven. Oh, maar is ze er wel? Ja, ze is er. Komt ze naar beneden? Ja. Oh, dan wacht ik. Welke trap? Ze is zich in kleur aan het aanpassen aan je. Oh, echt? De deur naast IJzerhandel Rippens. Daar komt ze naar beneden. Dames en heren, wij wachten nu op Marlin Monroe. Ja. Nou, het is nu iets anders. Ze heeft de haar eraf, hè? Ja. Beetje kort. Ja, het staat er wel erg pittig. Ze wil... Ja, je kan wachten daar bij de deur, maar je kan beter dit filmen. Kan je een cd spelen? Ja. Oh, ik ga even kijken, weet ik niet. Ja, heb ik. Maar kijk eens, dames en mijn heren, op deze Westerstraat. Het is een combinatie van Marlin Monroe en Brigitte Nielsen en Lisa gewoon. De dochter van, hè. Dat zeggen ze dan, hè. Maar zij is toevallig een hele eigen persoonlijkheid. Dus een dochter van is een klein... Kijk, precies. Dat bedoel ik, weet je. Strike a pose. Oh ja, Madonna ook. Madonna ook. Jezus, allemaal... Meneer. Sorry. Ja, ik snap dat niet. Weet je wie ook? René Zoutendijk uit Spetter. Ja. Oh, gaat toch weg. Jawel. Hé, hey, we mogen gewoon... Mogen we naar binnen? Ja. Maar goed, ziet er niet uit nu, hè. Niet schoongemaakt en... Oh, stinken naar de bier, zoals het hoort. Dat is echt zeg maar een horecatopper die dan eigenlijk dan verontschuldigt. Terwijl we allemaal al weten dat het café overdag natuurlijk niet om aan te hagelen is. Goed, we gaan naar binnen. Nou, het is inderdaad, mazzel dat het geen geur is. Tering, wat de lucht lijkt me studentenhuis. Het is niet warm. Jongens, dit is toch een preview. Of hoe heet dat? Nee, niet een preview. Een... Hoe heet het? Nou ja, in ieder geval een kijkje Achter de schermen en in de geheime keuken. Kijk, zo is het dan overdag. Ja, nou, we moeten hier niet wel eens houden. Jawel hoor, ik vind het tof. Hoor, nee, maar even serieus. Als we allemaal even niks zeggen. Heb je ooit van je leven wel eens echt gewoon in een doodstille nol gestaan? Dit is gewoon op Top TV. Nou, ik kan het niet vinden. Wat wou je? Nou, ik wil heel graag Ronald Engel laten horen zoals hij zo prachtig kan zingen. En wat je zo weinig van hem hoort, omdat hij altijd een feestje bij ons maakt. Ja. Maar Ronald heeft een aantal prachtige liedjes. Maar Annemarie... Die wij op een cd'tje hebben staan. Maar... Oh, maar staan die nummers dan niet ook gewoon op YouTube? Nee. Oh, dat is kut. Heb je hem? Ik heb hem. Moet je hem heel even schoonmaken, want mijn cd-apparaat is natuurlijk uit het jaar kraakie. Dit is een tweede kans. Ja? Nou, die past wel heel erg bij Ronald op dit moment. Dat nou, echt, hè? Een aantal mensen zijn die weten wat ik daarmee bedoel, maar een aantal misschien ook niet. Nou, en, dat is gewoon algemeen bekend. En Ronald was gewoon echt schijt helemaal ziek. En die is nu gewoon even vet aan het genezen. Kijk, dat is het. Ik. Dus, en dat gaan we dan even... Oké, schoonmaken is in ons geval even een rondje draaien om je roosbroek. Langs het pak. Kijk, dat bedoel ik, weet je. Maar als het goed is, blijft hij niet hangen, want we draaien hem ook. Oké, ja, maar we zitten in de auto, we zitten in de kanten en dat blijft natuurlijk nog altijd een brommer met de kap erop. Dus als we hem draaien, staan we stil. Ja, ik wil net zeggen. Goed? Gewoon of niet parkeren. Draaien, of in niet park. Draaien. Of in de park. In de park. Maar deze verdient hij. Oké, okay, we gaan deze gewoon mee live nemen. Deze gaan we mee. We gaan gewoon de kanten in. In de kanten staat de... Oh ja, wacht even, ik draai hem even om.
We gaan nu gewoon live mee naar buiten. We gaan ze natuurlijk net als elke, want dit wordt natuurlijk ook gewoon geëdit. Dit wordt natuurlijk een topfilmpje. We gaan dit gewoon doen zoals het hoort. Dus ik heb net al gezegd dat ik aankom rijden. En dan edden we het gewoon erin. Dat je daar gewoon staat. Dit plaats ik erin. De kanten gaat open. Instappen. Okay. Applaus eronder. Helemaal en goed. Show. Moet je niet in een doos? We hebben geen doosje. Ja. Ja, we kunnen hem wel in een doosje doen. Maar ik ga hem niet in de doosje van Dries doen. Dat wordt Ronald heel veel. Die draai je weer om. Ik denk dat Ronald daar niet leuk is. Niet in een doos. Niet in de doos van Dries. Ja, oké. Dan doen we hem in de doos van West. Mag dat wel? Ja, dat mag wel. Jezus, waar haal jij dan je pakken? Dat is toch ook een pakken van gewoon voor een kant, hè? Ik denk dat West dit wel leuk vindt. Nou, we dachten, we gaan in de kant. Ja, echt. Wat een mooie broek ook. Dankjewel. Ja, dat is aangepast, hè? Echt super. Kijk. Aan de kanten karaoke. We gaan ook nog even een foto maken. Kan dat met jou, Ali? Ja. Of wil je geen Lies genoemen, dan gewoon Lisa? Maak je niks uit? Oké, nou mij wel. Mijn moeder wel, maar mij niet. Oh, hallo. Lisa? Nou ja, ik heb er 9 maanden over nagedacht en ik vond Lisa leuk. En dan gaat iedereen Lies zeggen. Als ik Lies leuk had gevonden, had ik hem wel Lies genoemd. Ja, dat is... Plus dat tussen je benen zit. Dat is even voor de volgende keer als je nul binnenkomt en je bemoed om Lies te roepen, dan krijg je meteen een lege van mij wel, maar van haar niet hoor. Dus dat is ook tussen ons ook nog wel. Dat is een stukje makkelijker. Ik moet zeggen, Lisa, dat ik het een hele eer vind om jou beter te gaan leren kennen. Want ik heb jou al die jaren gekend als de dochter van. En dan zowel van je moeder als van je vader. En ik heb eigenlijk nooit de gelegenheid gehad om met jou te praten. Dat veranderde verleden week een beetje. Ja. En toen had ik meteen zoiets van, dat kan ook natuurlijk niet anders met zulke ouders. Wat een lekker wijf. Wat een Nee! Oh. Jezus! Oh, aandacht hoor! Aandacht hoor! Nee, ja, lekker! Nee, nou, nee, dan kan ik me eigenlijk verschuilen. Dat is wel wat er gebeurd is, hè? Kom maar. Ik ga hem erin zetten. Blijf even daar. Blijf daar! Zal ik je anders even filmen dat je naar de kant al loopt? Zal ik je even filmen dat je dit allemaal doet? Ja? Dat wil ik wel doen hoor. Martin. Ja, Martin die kan best even leuk tekenen. Nou, en ik heb een tijdje rond best even leuk tekenen. Ja, ze is het sprekend. Ja, ze heeft het goed gedaan. Goed hè? Ja, heb je goed. Dus ze reist gewoon überhaupt met me mee in mijn hart en overal. Maar nu ook gewoon als plaatje. Dus ja, mocht je een keer een feest hebben of 51-jarig bestaan. En dan mag, 52-jarig bestaan. Dan mag je hier zo je posten. Dat is wel een mooi plekje voor waar ik op dat moment mee bezig ben. Helemaal mooi. Dus, nou, dit is het, Rob. Even kijken hoor. Hij is briljant. Dit hoeft er niet op, hoor. Dit hoeft er niet op. Nee, ja, ik kan er weinig mee. Nou, het is niet op tv. Nou, de GoPro staat aan. Kom, geef die maar weer aan mij. Dan kan ik die gewoon even straks eruit knippen. Topper. We gaan hem omdraaien. Maar ze willen jullie natuurlijk wel zien, hè? Zien, hè? Oh, Kanta is zo leuk. Kanta is leuk, maar wel. Vooral als ik rij. Overal, rij maar, kijk maar eromheen. Is maar. Rijden. Ga weg. Moet ik achterin? Oh ja, shit. Ik ga door het gordijntje. Ik ga helemaal niet weten. Wacht, ik heb een kussentje voor je billen, als je wilt. Ja, dat komt helemaal goed hoor. Maar de meesten vinden het niet lekker zitten. Het vervelendste mop is dit. Maar ja, nee, we hebben natuurlijk... Dat komt goed. We schuiven de gordijnen open. Ja. Je bent niet bezet. Nee. Ik ga niet wel bezet. Je hebt ja, vriend, maar niet zo bezet. We hebben een friend. Oh, maar ik heb ook de hand erin. Jawel. Oh, maar die is kapot. Oh, ik heb hem al. Ik ben er één. Ik heb hem. Ik weet hem. Hallo. Hallo. Ja? Hou vast, want het is heel... Ja. Levensgevaar. Ja, is het. Doe maar dicht. Ja, jawel. Ja? Maar. Oh. Nog een keer, harder. Ja. Hard. Oké. Okay. Doe toch hard. Annemarie. Ja. Kom eens. Hij zit niet dicht hoor. Nee, ga ik nu doen. Maar zij moet de voet op de handrem doen. Oh, top tv. Echt, kijk hier oplopen. Doe hem erop. Ga weg. Doe hem erop. 1, 2, ja. Ga weg.
levensgevaarlijk ben je. Ja, ja. Ik moet jou echt inslaan, anders val je onderweg. Ah, ja, ik ga er niet. Nee hoor. Nee hoor. Neem mijn kind onderweg eruit. Jawel, we zitten. Extra duwtje. Ja, kan mijn voet eraf? Ja, je voet kan eraf. Oké. En dan zet ik deze in de slot. Heb je die cd? Hoe gaat dat ding open? Nee, die is, dat is goed. Ja, ik heb die. Niet trekken, want dan trek je wel de dingen uit de gang. Hou nou op met mij, alsjeblieft. Hier heb je die cd. Oké, okay, we zitten in de kanten. In de lucht kant. Weet je dat dit mijn eerste keer in de kanten is? Ja, waarschijnlijk ook zo. Ja. Ik heb vaak in de kanten gezeten. Ik vind het ongeluk op je afroepen. Dat zijn invalide wagens. Hoezo? Helemaal niet. Jawel. Nee, ik ben toch een type van de Maas in de Wet? Ik ben de Maas in de Wet. Ja. Ik heb de Maas in de Wet gevonden. Ja. Voor alle mensen waarmee ik mee rondrijd. Ga niet in een rolstoel ook zitten. Nee, dat vind ik ook raar. Het wagentje gebruik ik voor mensen die invalide zijn, in hun hoofd. Ik vind dan dat ik een uitzondering ben. Ja, nou, maar daar zit ik ook eventjes voor het editfilmpje, dames en heren. Dames en heren, we zijn in de Kante Karaoke Show. Naast mij Annemarie Grijzenhout, samen met dochter Lisa en Elisabeth Grijzenhout. En dochter, en nou ja, wie kent ze niet, van Café Nol. Nou, volgens mij ben je de jongste, hoor ik. Nee, dat, nou? Nee, dat denk bijna. Ik niet. Laten we het daarop houden. Ja, ze is de jongste horecatopper voor laten mij van heel houden. Nederland. Ik kom natuurlijk in kroegen en pleinen en theaters en de hele klerenzooi. Een horecatopper is een horecatopper als ze binnen 10 minuten de ene kant van de bar met de andere kant van de bar in contact kan brengen. En dat doet zij. Ze houdt een oogje in het zeil. Ze heeft de hart op de tong. Dat gaan we beleven. Het is alleen heel erg jammer. Welkom dat je niet wil zingen. Ja. Dat is mijn moeder ook helemaal niet. Ik wil net zeggen, dat moet je echt niet willen. Dat moet je echt niet willen, omdat mijn moeder echt niet kan zingen. En zij heeft heel veel kwaliteiten, maar dat is ze niet één. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, dus voor iedereen thuis, we besparen het jullie. Ik kan toch playbacken? Je mag playbacken. Ik playback. We gaan gewoon lekker kletsen. Ik playback zelfs achter de bar, terwijl niemand me kan horen. Ik playback altijd. Maar ik ben als de dood dat iemand me hoort. Het is echt verschrikkelijk. Echt waar? Ja. Je hebt wel een goede praatstem. Je hebt een beetje zo'n 0900 stem. Ja, nou, ik krijg ook heel vaak goedemorgen meneer. Ja? Goedemorgen meneer. Ik laat het zo. Vroeger zei ik ben een mevrouw, maar dat doe ik niet meer. Omdat je diepe stem bent. Blijkbaar. Is dat mooi? Ik weet het niet. Het schijnt dat je stem anders hoort dan je zelf hoort. Je kan niet bellen. Ja. Maar heb je je stem wel eens teruggehoord? Je houdt volgens mij helemaal niet van camera's en aandacht. Nee. Dus ik vind het een hele grote eer en liefde dat jij naast mij zit. Ooit heb je in een vla van verstandsverbijstering gezegd, ik doe het. Ja, dat is echt tof. Omdat je waarschijnlijk de acties en dat je misschien mij wel aardig. Ik had vanmorgen alweer spijt. Ik denk, oh, wat heb ik nou gedaan met mijn grote mond. Ik had een ding van jullie gepost al op Facebook. Ja, we komen er niet meer onderuit. Terwijl ik eigenlijk zoiets in mijn hart, want ik ging het teruglezen, zeg maar, ik knip in handen. Ik ging het teruglezen en toen dacht ik, fuck, ik had jou moeten waarschuwen. Dan toch in ieder geval een dag van tevoren. En niet dezelfde, want jij zei, ik heb geen agenda of zo? Nee, klopt. Ik heb geen agenda? Nee, klopt. Ik zeg, zit het dan in je hoofd? Nee, ik heb van de week even teruggekeken op Messenger, wanneer ik ook alweer met jou gesproken had. Zie je? En toen zag ik staan, Jokie, je moet me wel van tevoren een berichtje sturen, want anders vergeet ik het. Dus ik had mij vastgegrepen. Ik was heel blij gisteravond dat je dat nog niet gedaan. Ik dacht, oh, je laat me staan morgen. Maar nee. Nee, niet waar je lult uit je nek. Ik hield me vast aan nee, want ik heb het haar ook verteld. Ik denk, als ze zegt van, ja, mee, maar even van tevoren is natuurlijk gewoon 's morgens, toch? Ja. En ik vond die foto van jullie, ik ben daar natuurlijk net als vele mensen bij geweest, toen Café 050-jarig jubileum vierde in Paradiso. En toen is ik ook nog wat ik zag. Toen had ik als zoiets van, oké, hoe mooi kan je zijn bij elkaar? En ik heb jou natuurlijk beter leren kennen van binnen. Nou, dat gaat dan met jou hopelijk nu langzaam ook gebeuren. Ik hoorde van je moeder, je hebt verkering. Ik heb dat is heel zwaar verkering. Oké, nou, je ziet hem zo terugtellen. Dat is dan wel weer jammer. Ja, je hebt een leuk vriend sinds... Bijna 2 jaar. Oh, serieus? Ja. Oh, ik dacht dat je al heel lang vrij gezellig was. Nee. Oh. Nee. Die werkt ook bij Café Nol. Sorry. Ja. Zat die jongen achter de bar? Ja. Oh, lekker frisse knaap. Mm-hmm. En het begint een angstaanjagend familiebedrijf te worden. Ja. Ja, want jij bent sinds hoe lang ben jij nu de eigenaresse van Nol? Bijna 7 jaar. Want hiervoor, ik heb natuurlijk, dat weet iedereen, een hele goede vriend genaamd Tobias Uilenbroek. En die heeft er ook iets mee te maken. Dan heb ik het. Doeg hoor! Dag Maria! Ik heb dat eigenlijk nooit zo goed begrepen, maar hij is ook eigenaar geweest. Hij is de oude eigenaar. Of hij is de oude eigenaar. Van de Bastille? Wat was nee, er nou? Nee, niet van de Bastille. Oh. Nee. Van de family. Wil je daar anders even naartoe rijden? Daar ben ik begonnen. De dat family? Zit op het Leidseplein. Maar het bestaat niet meer, hè? Nee.
bestaat niet meer. Nee. Redden we dat? Want jij moet om 3 uur. Ik heb geen idee wat het geworden is hoor. Oké. Okay. Het is in ieder geval wel een ritje. Het is een ritje. Daarom. En we gaan ondertussen natuurlijk ook even naar de muziek die dan luisteren. Ja. En ik heb begrepen dat jij het heel fijn zou vinden om te luisteren naar muziek van Ronald Engel. Ja, dat eentje. Ik heb er 4. Je hebt 4 liedjes. Ik heb 4 liedjes. Je hebt 4 liedjes. En de eerste, als we gaan rijden, dat is een nummer van Ronald Engel. Is dat goed? Helemaal fantastisch. Zullen we daarmee beginnen? Daar gaan we mee beginnen. Iedereen weet natuurlijk van de affiches en de aanplakbiljetten in Café Nol. Elke donderdagavond lol bij Nol. Alle andere avonden ook. Nee, je bent ook gesloten. Ja, gelukkig wel. Wanneer? Ja, maandag en dinsdag. Ik ga nergens heen. Oh, nee, leuke man. Ik sta niet in de weg. Echt waar? Nee. Oh, nee. Nee, te donker. Stel, we gaan hem ook niet laten zien. Ik hou niet zo van, ja, ik hou niet van donker. Nee, maar gewoon helemaal niet. Ook niet van donkere ogen. Ook niet van donker haar. Ik kijk eens naar je. Ik hou van... Hier mag je gewoon alles zeggen, echt waar. Ja, nou ja. Ik heb ooit wel even 1 bruine piemel gezien. Ja. Okay. Nou, ik heb er nooit aan het dichtgericht. Jullie kunnen het helemaal niet zien, maar die meneer achter het stuur is een Surinamer. Dus ja. Mijn dochter schiet nu helemaal in de stress omdat ik zeg het is me te donker. Maar dat bedoel ik niet qua huidskleur. Nee. Ik bedoel gewoon, ik hou niet van donker. Kijk naar haar. Hoe blond ze is. Ik hou van blond en blauwe ogen. En, ja. Nou, ik dacht wel dat ik van bruine piemels hield, maar ik heb er één. Nou, ik ben weggerend. Ik vind het... Ja, nou, dat is ook een beetje mijn angst, hè. Once you go black, you never go back. Dat je dan ook gewoon niet meer back kan. Ja, maar inderdaad. Ik was niet alleen de kleur. Dat je gewoon niet meer back kan, hè. Dat je echt een probleem hebt. Ik ga zijn naam ook noemen. Martin Esaias. Vroeger bij basketbal. Op de vergrote. Oh. Nou, maar dat ga je niet geloven, dit verhaal. Ik kom de kleedkamer binnen en hij staat op de banken. Hij doet... Maar dus... Nou echt, een kinderarm. Hé! Hey! Gaat goed. Ja? Het is en blijft Amsterdam, hè Jokie? Okay, we gaan starten. Heb je een achteruit? Heb je een achteruit? Ja, moet je trekken. Je doet het alleen als hij aan is. Maar heb je een achteruit op ding? Ja, ja, als je daar een trekt, ga je achteruit. Heb je überhaupt een veiligheidsriemen? Nee. Oké. Als er wel bang voor me, denk ik, vraag ik voor. Oké, pak jij die cd vast? Oeh, lichtjes. Oeh, ik heb paarse lichtjes. Oh, waar is die cd nou? Waar heb je hem? Die pak ik toch. Wat doe ik daar nou weer op? Je hebt er wat mee gedaan. Nee. Een man. Jawel, ik geef hem toch net aan je? Aan mij? Ga jij nou niet? Heb je hem er niet al in gestopt? Nee. Zit je erop? Nee. Natuurlijk zit ik er niet op. Had ik hem wel in mijn tas, Lisa? Ja, je geeft hem net aan Jokie. Ja. Dan legt hij op het dak. Zet je voeten. Oh, hier is hij. Kijk, ik zijn er weer. Ja, ik heb 2 keer min 10. Heb je dat nooit gezien op zo'n filmpje? Ik zet hem even op cd. Okay. Wacht, we gaan het even testen. Oh, dan moet je hem eerst erin doen, anders weet je niet dat die cd moet zijn. Okay. En waar moet hij in dan? In het gleufie. Ja, zo. Lang geleden, man. Zo? Ja. Ja, heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Ah. Is dit hem? Deze man kan zo verschrikkelijk mooi zingen. Dat weet ik. Ik weet het. Geluister zonder terrein. Anders verpest het rijden. Ook verpest het heel de intro. Een tweede kans voor jou en mij. Na veel stormen, na verrij, het schip was toch nog niet gezonken. Na enkele jaren uit elkaar, bleek onze koers nog zonneklaar. Voor altijd met elkaar verbonden. Leven gaat soms veel te snel, de liefde blijkt ook eens niet spel. Wanneer je alles hebt verloren. Misschien heeft het zo moeten zijn. Gevoel dat geen dag nooit voorbij. Een tweede kans voor jou en mij. Twee mensen weer samen, maar wel sterker dan ze waren. Geen zee is meer te hoog. Ze kunnen alles staan. Twee harten weer samen. Zo aan hetzelfde vanaf dat
God. En het zij een tweede kans. Voor jou en mij. De Prinsengracht is de grens van de Jordaan. Aan de ene kant van het water is het Jordaan en aan de andere kant niet meer. Je gooit nu heleboel mensen hun dromen in Dingeland. In Dingeland. Het spijt me. Maar nee, natuurlijk. Het is een prachtige toren. Ja. Ja, ik denk dat het door veel mensen, omdat er ook staat een, zit ook een steen van Café Nol in de Westertoren. Ja? Ja. Heb je dat toen kunnen sponsoren of dat zo? Heb ik toen kunnen sponsoren. Daar werd ik toen voor benaderd. Dat hebben we toen gedaan. Ja. Het is allemaal leuk, maar het zit in die Westertoren. Dus pas als die Westertoren een keertje naar beneden toe gehaald wordt, zie je dat. Nee, weet je dat ik was bij mevrouw Pelé van de week. En die zei dat je ook een steen gratis voor jezelf kan krijgen. Ja, maar ja, dan zit je er ook in. Nee, voor thuis. Ik heb een steen van de Westertoren. Die kan je gewoon kopen. Oké, okay, nou ja. Toeristenwinkeltjes. Okay. Ik weet zeker dat VTWO het er niet mee eens is als ik een... Als je die steen van de Westertoren in mijn huis zet. Oh, kunnen we maar een kaakje nemen bij de Verita? Ja.
Dat heeft heel weinig met Café Nol te maken, kan ik je melden hoor. Ja? Ja, nou helemaal niks. Wit en strak. Nee, helemaal niks. Ja, momenteel even wel, ja. Ja? Ik ben van het wiebelig in maart. Dus het is altijd maar een beetje de vraag. Maar op dit moment zijn we... Is het al hoe je kop is? Wit en strak. Dat heb ik. Nee, het is niet hoe mijn kop is. Oh. Maar nee. Ja, de kop is ook niet wit, dus. Nee, ik bedoel, als het rustig is in je hoofd, is het ook rustig in je huis. Nee, het is wel rustig in mijn huis. Wacht even, jongens, Jake praat tegen ons. Nu is natuurlijk de vraag: mag je nu in de kanten aan de kroonluchten zitten, ja of nee? Ja! Nee. Jawel! Ja. Jawel! Doe maar, hij is van plastic. Nou, ik vind dat je sowieso nooit ergens aan de lampen mag zitten. Dus. Nee, maar dat is als dat je. Ja, je wordt wel een beetje gestraft. Dat je, als je horeca-eigenaresse bent, het is natuurlijk logisch, er zijn spullen van jouw zaak, vaak zijn het oude dingen. En dan wordt het feest en dan gaan ze er tegenaan. Super blij met je poten van iemand anders' spullen. Ja, precies. Ja, toch? Maar hij is niet alleen in mijn café hoor, thuis ook. Ik moet thuis ook niet in mijn lamp hangen. Nee, nee. Vind ik ook gek. Nee, maar jij zegt het ook gewoon, hè? Wij zeggen het, ja. Ja. Sterker nee, maar jij nog, zegt gooi je eruit. Jij zegt alles. Nou, of dat nou, niet? Nou, ja, wel veel. Nou, ik ben in een aantal gesprekken wel eens jaloers geweest op jou. Dat ik dacht van, ik wou dat ik wat dat betreft een beetje meer van jou had. Heb ik ook wel eens tegen je gezegd. Ja, je moet je bek open doen, man. Ja. Ja, maar ja. Ja. Oh, je maakt er ook nog. De Efteling. De Efteling, hou je vast. Ja, mensen hebben niet het idee hoe je zit achterin. Ja, je heel gespierd zijn. Wil je dat een beetje houden? Ik ga er onbewerkt vruchten af. Ja? Jawel. 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 Dus je mag hier, Jake, je mag hier wel een kroon luchten. Je kan eerst twee van glas. Nou, echt twee keer over een bruggetje, ze waren kapot. Dus ik heb er nu van een vriendin een gekregen van plastic. En dan heb ik met glitternagel. Hij is wel heel schattig. Wel, hè? Hij is leuk, toch? Brandt het ook net, toch? Nou, ik zou hem wel moeten kennen branden, volgens mij. Nou, ik heb de lichtjes in mijn dingen zijn van lichtbronnen.online.nl. En die heb al drie keer geroepen, kom dan even langs Badhoevedorp. Dan maak ik het met een ledverlichting zo. Hey, waar komt al die schade eigenlijk vandaan? Van blauwe nummerborden plaatsen auto's. Yes. Daar laten we het bij. Hij is zo mooi. Hij was zo mooi. Ja, hij is nog steeds mooi. Steeds, waar moet ik heen? Ik weet de weg niet. Je weet de... Sorry? Niet als je weet de weg niet. Jawel, maar niet als ik praat. Oké, rechtdoor. Het probleem is wel een beetje dat jij met de kant... Oh, Jezus Christus. Rechts, sorry, gaat. Dat jij met de kant andere dingen mag dan ik met mijn auto. Dus, ja, dus, nee, maar scooter. Nee, ook niet. Ik mag zelfs meer als ik mag met scooter. Ik ben een fiets. Ik doe met scooter alles. Je bent een fiets. Ja, maar iets breder. Dus ook al staat er een fiets. Maar je mag niet de Leidstraat in, ook niet met een fiets. Nee. Dat weet ik. Dus je moet een beetje verder. Ja. Ja. Doe jij een gidsen? Dit is Lisa. Ik las met Tom Tom. Die wijst eventjes de weg. Gaan we met open de steen helemaal niet. Dat is de leeftijd. Dat je teringsweet, want het is echt niet warm. Ik heb het wel. Ben jij al door de overgang heen? Ja, ik hoop het. Oh, ja. Nou, ik niet hoor. Ik zit er middenin. Ik hoop dat ik er nog ver vanaf zit. Je hol. Nee, volgens mij. Jij bent net begonnen met leven. Ja, jij zit er nog heel ver vanaf. Ga maar door. Nee, ik ben er wel, klaar mee. Denk ik. Hé, lieve schat, is het niet tijd voor een liedje? Ja. We hadden nog een paar liedjes. Ja. We hadden stappen van Mart Hoogkamer. Heb je die al gehoord? Ja, heb je die al gehoord? Nee. Het is een nieuwe nummer. Maar heb jij een telefoon bij? Ja. Videoclip is opgenomen. Echt helle. De videoclip van? Marcel Hoogkamer. Van Stappen. Het heet gewoon Stappen. Ja. Als ze naar uitgaan. Als in Stappen. Ja, als in Stappen. Hé, Mart is toch die nieuw ontdekte jongen die met Willeke zingt? Ja. Die nieuwe Willy Alberti stem. Ja, daar wil je natuurlijk waarschijnlijk niet mee. Kan niet naar rechts. Vergeleken worden? Nee, maar hij heeft bij ons wel eens opgetreden en dan ging niet. Nou, dat kan niet. Nee. Jawel, dat kan zijn met de kanten hoor. Nou, ja, maar dat mag niet. Ja, maar pak dan de volgende. Mag wel. Kan het daar niet aan? Och, Jezus Christus, wil je nou echt tussen die paadjes door? Pas op, een taxi! Oh, jokie. Nou, daar gaan we, jongens. Mensen naar voren. Ja, maar, sorry meneer. Het spijt me heel erg. Ik zal het nooit meer doen. Kunt u even naar voren ruizen? Wil jij je voet hierop houden, schat? Oké, nu gaan we even serieus doen, want we hebben nu een aanrijding. Want ze heeft nu een taxi aangereden. Mevrouw. Dan moet je wel je voet van de rem afhalen, man. Oh, sorry. Oh. Oh,
mijn voet weer op de rem. Oh, niks aan de hand. Niks aan de hand. Het was trouwens heel zachtjes hoor. Oh god, dan hebben we weer zo'n hele onsympathieke meneer. Als ik mijn voet van de rem afhaal en ga kijken, dan rijden we weer achteruit. Dus voordat iedereen denkt, waarom blijft zij zitten? Dingen zijn gevaarlijk hoor. En ik kan er niet uit, ik ben ingesloten. Ik heb het nog een keer gedaan, ik had die nou gekregen. Mevrouw, kijk maar drinken. Ze is ook best wel gevaarlijk. Best wel. Ik ook. Sorry. Draf. Ja. Heb je schade gemaakt? Nee. Ja, wat moet ik? We hebben er weer zo heen. Oh, ga nou alsjeblieft wel vooruit nu, hè. Ik kan haast geen schade maken. Je. Omdat ik schuin sta. Vorige keer zijn al experts bij geweest en die hebben al bewezen dat dat niet van mij kan zijn. Nou, dan doe je dat nu weer. Neem je een foto. Heb je moet je telefoon? Mijn telefoon hebben? Moet je mijn telefoon even hebben? Ja. Ja. Weet je hoe het werkt, Jook? Ja, als ik mijn voet eraf haal, rijden we weer tegen daar, de taxi. Daar, Jook. Daar. Oh, natuurlijk is het... Ja, ik mag het niet zeggen. Ik zeg niks. Voordat ik weer allerlei dingen zeg die niet aardig zijn. Dan gaat hij de hele bumper op haar schuiven. Ja, precies. Ieder krasje wat nu aan de voorkant van zijn auto zit, dat is opeens van de paarse kant daar. Nou, weet ze niet hoe je telefoon werkt. Jawel. Ze is op de hoede. Ze is op de hoede, Willy. Maar als ik uitstap, dan rijden we ook weer naar achteren. Dus. Maar ze neemt netjes een foto. Marokkaan. Ja, natuurlijk. Duh. Echt kramp in mijn kont. Ja, wat wil je dat ik eraan doe? Ja, niks. Maar ik heb, wil wel even zeggen. Ja. Oh, tegenwoordig is het top 12. Oh, politie te paard. Misschien is dat een goed idee, Joke. De rest komt per post binnen. Het wordt ongeveer bij je werktafel. Oké. Stoppen die, achter ons. Ja. Ik zal me niet vertellen dat de handrem het niet doet als ik mijn voeten vanaf haal. Nee, ik ga het niet doen. Oh, en nou stoppen ze bij Jokie. Oh, hallo. Ja, dat zeggen ze. Ze blijven wel staan hoor, om te communiceren nu. Dus, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien is een ritje naar het Leidseplein iets te druk voor jou. Misschien. Het is hier namelijk best wel druk. Maar nu houden de politiepaarden de hele straat op. Oh, nu gaat een scooter van Uber Eats zich er ook mee bemoeien. Niet heel vriendelijk, geloof ik. Ah, zo gezellig hier altijd.
iedereen blijft kijken om te zien hoe dit afloopt natuurlijk. Erbij halen. Er is echt helemaal niets aan de hand. Ik maak even een foto dat ik nu van die kijk. Toeristen vinden de kant in ieder geval heel leuk. Mijn naam is Joki. Mijn naam is Joki. Het kan echt alleen ons gebeuren. Ik denk wel dat ze dit uiteindelijk er allemaal uit geknippen. Nou, het is ook niet zo leuk om hier naar te kijken. Nee, dit is niet zo leuk. Best wel saai. Misschien moet je heel even wachten tot dat hij weg is voordat we van alles nog wat gaan roepen. De ramen staan open. De ramen staan open, Lisa. Ze heeft een andere telefoon. Ze heeft een telefoon bij haar. Die van ons. Waarmee ze foto's heeft gemaakt. Ja, nou... Nee, ze kan nu niet knippen. Nee, dat klopt. Jij betaalt eigenlijk als ware de schade die je uitkeert aan mij. Oké, hij vertelt een heel mooi verhaal om 100 euro uit de zak te kloppen. Dus ik probeer vies te zijn. Ja, een hele nieuwe bumper. Mercedes, hè? Precies. Dus ik ga er even... Net erbij geweest. Bemoei je zich er niet mee. Politie, hè? Mijn bloed loopt weg, Hans. Dat verbaast me niks, Hans. Ja, ging over. Ja, ging over. Niet verschrikken. Dat komt allemaal goed. Pas schade, hè? Ja, precies. Zijn geen gewonden. Nee, precies. Dag hoor. Laat je nou geen meier of twee meier uit je zak kloppen? Nou, wat heeft hij? Aan de zijkant van de bump. Het is een hele. Het is gewoon een Mercedes uit 2008. Maar hij zit de bumper aan de zijkant. Ik zat er natuurlijk wel in. Alleen ik maak nooit geen lakschade omdat ik van plastic ben. Maar ik kan natuurlijk wel op een Helmke zijn bumper ingedeukt hebben met, ik weet niet wat hij weegt. Maar dat kan wel. Nou ja, wij zitten erin. Een geschikte kerel. Dus, ja, en wij wegen nogal wat. Ja, dus, daarom. Nou, okay. We hebben opeens dubbel veel kijkers. Ja. Ja. Maar ik wil wel leren van mijn fouten. Wat ging er nou fout? Je reed achter, dat ging fout. Je reed naar achteren zonder in je spiegel te kijken of er wat achter je stond. Ja. Ja. Kijk uit. Ik kijk wel achter je nou. Ja. Ja. Deze was het, dat was een hele grote vrachtwagen die best wel met een behoorlijk vaartje aan kon rijden. Nou, we gaan ervoor. Oké. Alle deuren dicht. Even naar Melvin. Moet je bij Melvin doen? Wie is Melvin? Is Patrick Kloos bij de krul toevallig? Nou, wat voor dag is het? Ja, woensdag. Dinsdag, woensdag? Woensdag. Nou, ik weet niet of je kijkt. Patrick, zie ik je te kijken? Ik ben helemaal van apropos. Dat is wel een heel aardig hier. Geschikte kerel als je maar je portemonnee opentrekt. Oh, ik moet ophouden met al die berichtjes lezen, want dan ga ik steeds op reageren. Oh, oké. Okay. Nou, dat geeft er niet. Nee, het is. Hij heeft zijn eigen garage. We horen het wel.
heeft zijn eigen garage, ja. Dat moet je dan nee, niet doen. Nee, nee, hij brengt hem langs zijn eigen garage. Ja. Ja. Oh, moet iedereen. Als je dan een hele hoge krijgt, moet je even naar je eigen expert laten komen, hè. Die gaat, ja. Leuk, die gaat leuk doen. Maar ja, hij zegt, als je een ongeluk maakt, dan ga je... Oké, kan je niet erin? Ja. Dan ga je schadejaren naar beneden. Nee, dat klopt. Ik heb dat ding pas vanaf 1 april. Je no claim gaat naar beneden. Maar ja, je hebt geen no claim. Ik ben gewoon, hoe noem je dat? WA? Ja. Ga maar een liedje doen. WA? Ja. Zonder zeg maar als er wat gebeurt. Ja, dus alles, WA wat, ik bij, van andere, alles ja. Wat ik bij een ander alleen je eigen veroorzaak. Schade is niet... Nee, ja. Ik heb hem hier, hè. Oké, okay, we gaan naar stappen. Ja, maar dan moet je even connecten met YouTube. Of met dit ding. Ja, en hoe doe ik dat dan? Nou, dan zet ik hem nu op BT Aux. Ja, en dan ga jij... Bluetooth of zo? Ja? Bij de krul. Oh. Maar dan gaan we even langs rijden. Ja. En dan heet dat ding, Lisa, dat heet een JVC-unit. Oké. Okay. En als je dan connect, dan gaat hij Nu nog. Nee, JVC. JVC-unit. Heb je hem? Ja. Nou, dan moet je even zeggen dat hij moet connecten. Bevestig de sleutel. Heb jij een Samsung? Ja. Oké, bevestig ik jou ook. Dan als het goed is, is je nu aan het peren. Ja, verbonden. Kindjes maken. En dan kan jij opzetten wat je wil, schat. Oh, maar hij pakt het nog steeds op de telefoon. Nee, dat is vreemd. Want hij heeft hem wel. Complete het nu dan. Kijk uit die meneer. Ja, ik zie het. Je kan gewoon niet... Kingsclub, Jezus. Oh, ik heb hier 16 jaar gewerkt. Ik herken helemaal niks meer. Nee? Nee. Allemaal andere. Nou, hij staat aan, hè, jongens? Ja? Stappen van Mart Hoogkramer. Naar de Brimmansplein, waar het toch zo leuk kan zijn. Smiddag zien de zon op een terrasje. Joehoe! Daar staat een goochelaar, een muzikant met een gitaar. Wat ik ooit heb kunnen doen. Nee. Het zit in je bloed, hoor. Toen was ik verloren. Het zit in je bloed. Wilde ik op vakantie naar Joret en Mar met mijn vriendinnetjes. Ja. Ging je bij Tussen? Ja. En toen ben ik op zondagmiddag bij mijn oma. En dan had je natuurlijk de paté. Toen was dat nog de City. City, ja.
met Kinder Martinee. Met Kinder Martinee, nou. Toen ging het toch? Toen had ik al heel snel zoiets gevoeld dat ik die zaterdagavond leuk vond. Ja. Gaan fluiten, totdat de ovens er naar buiten. Even toeteren. Wij gaan sluiten. Bedankt, tot ziens. Kijk eens, we zijn er hoor, we zijn er. Kijk eens, zien jullie ook hoor. Ja. Er rijdt gewoon iemand aan. Is iemand aangereden? Ja, een taxi. Dood? Nou, niet. Nee, niet dood. Oh, wat erg. Taxi. Ja, ze rijdt zo achteruit. Ik hoor heel hard achter me. Yo, kijk uit, taxi. Boom. En die achteruit, kijk spiegel waar, die blonde achteruit. Ik zei, kijk uit. Ja, kijk uit. Ja, maar waar is je? Ik zet hem even aan de kant, maar. Ja, dat mag niet. Dit, kom een beetje hier naartoe, schat. Kunnen jullie wat drinken? Nou, jawel. Hè? Jawel. Ja, dat dacht ik ook. Maar gaan hun dan allemaal mee? Wat jij wilt, is jij ja, nee, nou ja, maar mij niet uit, maar dat lijkt me wel heel saai. Want jij moet om 3 uur? Nee, ik niet. Saai. Oh, we moeten om 3 uur bij de tandarts zijn. Waar, op de Westerstraat? Ja. Nou, dat kan toch? Hoe laat is het nu dan? 3:15. Nee. Oh, ja. Dan moet je rijden. Kunnen we niet wat meenemen onderweg? Nou, we kunnen toch een shotje nemen. Ja. Ik geloof dat jij niet tof bent. Ah, jawel. We zitten in de tuin. Oh, Jokie, verdomme. Nou ja, dit is het dus. Kijk, voel dan, Annemarie. Dus dit moet dus, dat kan niet. Nee, dat moet je laten maken. Ja, schat, dat was niet zo. Harm, mijn handrem doet het nu echt totaal niet meer. Ook niet als ik hem helemaal tot aan de veer trek. Dus, ik kan niet meer eruit. Ik kan er niet meer in. Ik kan niet meer op een heuvel. Ik kan eigenlijk niks meer. Nee. Kantaloup, kan ik. Nee. En dus heb ze net een aanrijding gehad met een taxi. Ja, en die moet jij betalen. Omdat hij achteruit rijdt. Omdat hij achteruit rijdt. Petje! Onze Lisa wil een shotje. Wat wil je? Ja, ze moet naar de tandarts. Lisa, jij kan geen shotje nemen. Als je je mond straks open doet, wordt die tandarts niet goed. Ik maak het gewoon in de gezelligheid. Moet je vooral eens een boek aan nemen, dat stink je helemaal niet. Nee, dat kan je niet maken. Helemaal niet. Willen we gewoon een colaatje of zo? Ja, ik wil een sinaas zien. Ja, sinaas. Ja. Schrijf je hem even op voor me? Ja, dat is wel goed. Ik wil een colaatje light. Ik ook. Ja, ook al ik een sinaas. Heb je plastic bekertjes? Heb ik ook, ja. Want we moeten weer rijden. Kunnen we niet uit een flesje Ze moet om 3 uur bij de tandarts zijn. Jij met een plastic bekertje in die schutkant dan gaan drinken? Nee, dat kan niet. Nee. Heb je geen flesjes? Ik bewaar de flesjes. Ik ga net beginnen te gooien in dat bekertje. Het zijn van die halve liter bekertjes. Ah, dus helemaal vol. Helemaal goed. Ja, heb je nog ruimte over misschien? Helemaal goed, schat. Ja, helemaal goed. Ik ga betalen. Nee, niet bij jou, maar bij Petje. Hou niet van, hè, van schulden bij collega's. Nee, dat is wel. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Ja, het is wel een bewogen rit, hoor. Nou, wat ik was wel echt heel erg onder indruk ook. Ja, was je onder de indruk? Ja, ik was zeer onder de indruk. Ja, je eerste ongeluk, wat wil je dan? Ja, ongeluk. Nee, ja, het was geen ongeluk, maar... Je hebt hem gezoend. Heb je hem gezoend? Nee. Nee, de auto. Oh, ja. Ik denk al. Ja, het iedereen doet ermee, schat. Jij kan met je auto toch geen schade maken. Het is één groot plastic gevaarte. Maar ja, goed, als je met vol gewicht van een brug naar achteren, dan maak je natuurlijk wel een deuk in een stuk ding van de meneer. En wat wil hij hebben? 200? Ja, 100, 200 zei hij. Oké, okay, ja. Hij heeft wel een punt. Als je er met 100, 200 vanaf kan komen, dan moet je je verzekering gewoon bedrukken. Hij is niet beschadigd. Hij zegt, hij is alleen maar ingedeukt. Hij zegt, dus we kunnen hem uitdeuken. Ja. Hij zegt, ja, en dan moet je 100, gewoon, 200 kosten. Dan moet je gewoon lekker de verzekering laten voor wat het is. Ja. Daar heb je wel een dus punt. Ik zei meteen, van, ik zeg, nou, dat moet ik dan uit de Alzheimerpot halen. Ik zeg, dat kan toch niet? Ik rij voor zieke mensen. Je weet wel dat je hier niet rechtdoor mag, hè? Want het is tegen de richting in. Oh, my God. Nou ja, ik zeg het maar even. Nou, we kunnen niet keren. Dus je moet even draaien. Nu dan? Zullen we vastdraaien? Als we staan te wachten. Ja. Hou mijn voeten nu af. Ja. Dus je gaat weer achteruit. Ja. Nee, niet dus. Oh. Als je maar hard genoeg iets had. Hoe kan ik het beste draaien? Nee, je kan het... Nou, hier staat een paaltje. Nou dus ja, als je gewoon achteruit gaat, kan je hier tussen steken. Ja. Maar dan niet het water in rijden. Nee. Dat... Ah, och, Lisa, hou op alsjeblieft. Waar is dat paaltje? Daar. Ja? Zeg jij even of het goed gaat? Nou, dat kan ik nou niet meer zien. Oh, we krijgen drinken. Even keren hoor. Moet even keren, Pet. Kijk uit dat paaltje aan de voorkant. Waarom ga je nou zo? Je kan daar insteken. Maak het nou uit. Oh, heb je hier ruimte ja, om te draaien? Ja, ze hebben alle ruimte om te draaien. Kan je Lies? Ja. Sa? Jawel. Ik zou gewoon bij de bestuurder naar binnen rijden nu. Hoeveel kan hier nog? Nog een klein stukje. Ja.
Ja, dat is dus de pest. Want dat ding doet het niet helemaal goed. Kruk! Kruk! Levensgevaarlijk. Waarom staat dit nou allemaal buiten? Dus die is toch helemaal niet open? Nee, het is voor de krul. Oh, dat is voor de krul. Kan ik? We waren even bij onze collega Patrick Loos. Bij de krul. Dus ik denk van, goh, wat gebeurt er weinig? Bij de krul. Ik zou dat je van binnen kon kijken. China zien voor Joki. Oh, lekker. Go je light. Ja. Dag. Ja. Ik hier, Pet. Ah, ga heen. Neem mee naar Gazonisos. Ga even drinken. Gazonisos, wanneer ga je? Love you. Hele fijne vakantie, schat. Wanneer ga je, Misschien morgenavond. Oh ja, doe maar, gezellig. Kijk, zou wel even leuk Ronald wezen. Is er morgenavond. Dus hij kan op, afscheid nemen voor de vakantie. Oké, dan ga je nou met één hand draaien. Nee, kan niet. Oh. Zondag ga ik weg. Het is een 26e uur. En dan gaan wij weg. Ja, dat gaan wij weg. Oh, heerlijk. Ja, dat is een 26e, dan gaan we weg. We are going on a summer holiday. We gaan nu terug naar de Westerstraat, want zij moet naar de tandarts. We gaan Alice even bij de tandarts afzetten. Leuk onderbreking. Doei! Doei, doei Pet! Doei schat, bedankt! Ik denk dat je mijn beker maar aan moet nemen, schat. Geen maar, ik hou hem wel vast. Als je een slokje wil, hoor ik het wel. Dag schatje! Ja, doei! Wat fijn ook dat het weer goed gaat met Baco! Even tussen neus en lippen door. Dat het goed gaat met Baco! Ja, goed. Dag, we moeten gaan. Ja, we hebben haast.